Ja, inderdaad, Chris Jonge werd als een duveltje uit een doosje vertrokken. En dat hele peloton komt hier voorbij stuiven. Kom op, Rijn! Na een aantal jaren is de topcompetitie mountainbike terug in Nederland. Herman Strijdbos, coördinator van de competitie. Van waar het initiatief? Nou, wij vonden dat het nodig was in Nederland om een aantal wedstrijden op een hoger niveau te krijgen. Dat houdt in dat de UCI-ranking toch belangrijk is in de mountainbikesport. En om een topcompetitie op te zetten hebben we internationale wedstrijden nodig. En die hebben we nu gevonden, 5 stuks. En vandaar de nieuwe competitie. Als je kijkt naar de wedstrijden aan zich, wat bindt deze 5 koersen? Nou, we hebben een overkoepelend klassement. We hebben gezorgd voor de organisatie dat er een aantal onderdelen steeds gratis worden aangeboden door diverse sponsoren. Dus het is voor een organisatie wel belangrijk, denk ik, dat er een nieuwe competitie is. En je krijgt meer tegenstand van de renners onder elkaar. Want je ziet het gewoon nu dat er weer meer buitenlanders en jongens die in de UCI-ranking staan naar Nederland toe komen om hun sport te bedrijven. Wat zijn de reacties van de renners tot nu toe die je zo hebt gepeild? Nou, de renners vinden het denk ik wel leuk. Ik heb een paar jongens gesproken en ze vinden het mooi om een keer wat meer tegenstand te hebben. Want anders is het ook maar vaak voor de start is al beslist wie er eventueel gaat winnen. En mocht er nog twijfel zijn, na een wedstrijd of 3 zie je nu steeds meer renners die zeggen van ik wil toch wel het klassement gaan verdedigen. Nou ja, goed, omdat er ook een behoorlijk eindbedrag op staat. En natuurlijk iedere week of iedere wedstrijd reeks de punten erbij. Vinden ze het toch wel zo langzamerhand belangrijk worden. En ik hoop ook dat het mooi afgesloten gaat worden met de 2 wedstrijden die nog op de kalender staan. Waar wil je uiteindelijk naartoe? Wat is een ideaal beeld voor je? Nou, een ideaal beeld zou zijn dat de wedstrijden die nu UCI 2 zijn, doorgroeien naar UCI 1. Nog meer punten en daardoor nog betere deelnemers uit de wereld die dat ze in Nederland komen fietsen. Chris, die gaan we door de vrouw die weet wel hoe die een flesje manje over moet krijgen natuurlijk. Hè?